Als je Torres ziet, die wordt voor een gigantisch bedrag gekocht tijdens een gigantische crisis door een club met een gigantische schuld. Ja, dan denk je toch, er is op zich vrij weinig aan de hand. Die topclubs blijven die bedragen wel betalen. Ook als je kijkt, het bedrag wat is betaald voor Torres, ik geloof iets van rond de 55 miljoen. Dat komt ook redelijk overeen met bedragen die voor de coronacrisis in de winter werden neergelegd. Alleen als je wat dieper gaat kijken, dan is het wel echt een incident. Ja, dit soort bedragen worden incidenteel nog wel betaald. De afgelopen zomer hebben we ook nog een paar transfers gezien van meer dan 100 miljoen euro. Maar er is een steeds kleiner groepje clubs dat nog over heeft voor spelers. En ook zie je dat steeds meer topspelers transfervrij vertrekken, dus zonder afkoopsom. Dus het beeld vertekent eigenlijk een beetje door Torres. Daardoor ga je denken, er is niet zoveel aan de hand. Maar de transfermarkt heeft wel degelijk een flinke tik gehad. Tot 2019 blijft de transfermarkt in een gestage lijn groeien tot 6,5 miljard. Nou, daarna komt die dip, hè. 5 miljard in 2020, nu naar 4,3 miljard in 2021. Verwachting is dus dat in eerste instantie ook nog wat verder door zal zakken en daarna nog een paar jaar zal duren voordat het weer op het niveau van 2019 is. Nou, in hoeverre is Nederland daardoor dan geraakt? Nou, tot nu toe valt dat mee. Kijk, 2019 had Nederland extreem hoge inkomsten, maar dat kwam wel door vooral Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die natuurlijk voor gigantische bedragen werden verkocht. Vergelijk je het bijvoorbeeld met 2018, dan hebben we het de afgelopen twee jaar nog niet zo slecht gedaan. Hè? Ondanks die coronacrisis toch 200 tot 250 miljoen per jaar binnengekregen. En je ziet ook in beide jaren dat doordat de investeringen in Nederland veel lager zijn, hè, de geïmporteerde spelers die we van buiten halen, dat er dan een toch nog groot positief transfersaldo overblijft. Dus 133 miljoen in 2020 en 126 miljoen winst in 2021. Ja, dat is gezien toch de behoorlijke ineenstorting van de markt, is dat niet verkeerd. Het aantal spelers waarvoor betaald wordt, dat ook veel kleiner is geworden. Het waren twee jaar geleden bijna 2700 spelers en nu nog ongeveer 2200 per jaar. Dus het zijn 500 spelers minder voor wie clubs een transfersom over hebben. Dus dat betekent gewoon dat steeds meer spelers transfervrij de deur uitlopen. Bij Ajax ga je dat natuurlijk dit jaar bijvoorbeeld ook zien met Masraoui en Onana die vertrekken. Het is natuurlijk heel pijnlijk voor Ajax dat ze daar helemaal niets voor krijgen, maar het past wel in een Europese trend. Dat er steeds meer spelers transfervrij zijn, dat is eigenlijk tweeledig. Dus de clubs zijn selectiever met het betalen van transfersommen. Moeilijker om contracten open te breken. En spelers weten ook dat clubs selectiever zijn geworden met het betalen van transfersommen. Dus als je nog een stap wil maken, dan kun je toch beter je contracten laten aflopen. Want dan zijn er gewoon meer opties. Want er is geen vanzelfsprekendheid meer dat je als goede subtopper even wordt opgepikt. Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd weer gekken op de spelersmarkt die krankzinnige bedragen blijven bieden. Hè. Dat zie je nou weer bij Newcastle, is natuurlijk weer een nieuwe eigenaar. Zo duiken de verduren natuurlijk weer overal altijd nieuwe investeerders op. Die incidenteel wel dat soort bedragen neertellen van tussen de 50 en 100 miljoen. Wat ook ooit voor De Ligt en Frenkie de Jong natuurlijk is betaald, die prijsklasse. Alleen de kansen worden wel steeds kleiner, want een hoop clubs, eigenlijk steeds minder clubs kunnen mee in die red race. Dus waar je er in het verleden wel vanuit kon gaan dat je voor Ajax dat ze elk jaar wel een speler in de hoogste prijskategorie verkochten, kun je daar nu niet meer blind voor tekenen. De trend is eigenlijk voor het eerst echt zichtbaar geworden afgelopen zomer. Hè? Toen bijvoorbeeld Messi en Depay en Wijnaldum en nog een aantal spelers allemaal transfervrij vertrokken. Ja, dat gebeurde eigenlijk nooit, bijna nooit dat spelers uit die categorie zonder afkoopsom weggingen. Hè? Het is een keer gebeurd met Lewandowski in 2014, dacht ik. Die had dan ook een marktwaarde van iets van 50 miljoen en die ging toen van Borussia Dortmund naar Bayern München. En sindsdien was het eigenlijk niet meer voorgekomen dat een klassenspeler uit de hoogste prijskategorie, eigenlijk gratis noem ik het maar even, is dus niet gratis, maar zonder afkoopsom wegging. Transfervrij wordt vaak gezegd gratis, maar dat is natuurlijk onzin. Want met name de topspelers, die zijn natuurlijk heel gewild. Iedereen denkt naar hun hand.
Dus daar moet dan een enorm tekengeld tegenover worden gezet. Alle ogen zijn de komende maanden natuurlijk vooral gericht op Mbappé, die Paris Saint-Germain transfervrij zal verlaten, tenzij Qatar in één keer met een nog krankzinniger bedrag komt. Het tekengeld dat dan circuleert, het gaat al over 50 tot 75 miljoen euro. Wat je dan eigenlijk per definitie al van tevoren op zijn bankrekening moet overmaken. En dat staat dan nog los van het enorme salaris wat hij zal gaan onderhandelen. Waarom doen clubs dat? Dat is eigenlijk niet zo gek. Als je de marktwaarde van Mbappé wordt op dit moment geschat op 150 miljoen euro. Ja, dus dat is een tekengeld van 75 miljoen. Dat is eigenlijk best wel prima te verantwoorden. Want zelfs als zijn marktwaarde door een vormcrisis of een langdurige blessure zou halveren, dan kun je bij verkoop dat tekengeld van 75 miljoen euro dus nog steeds terugverdienen. Spelers en makelaars die hadden natuurlijk al sowieso de macht op de spelersmarkt. Maar door die coronacrisis is dat eigenlijk nog duidelijker geworden. Kijk, in het verleden braken clubs altijd contracten open. En dat deden ze dan om de transferwaarde eigenlijk te garanderen. Dus als een speler dan nog 2 jaar had, werd er al gesproken over contractverlenging. En dan kreeg je per definitie een enorme salarisverhogingen, bonussen, tekengeld, noem maar op. Alleen door die coronacrisis kwam de bodem van de clubkas overal vrij snel in zicht. Werden er ook grote verliezen geleden. Dus was er eigenlijk niet meer zoveel geld als eerder om al die contracten open te breken. Dus heel veel clubs hebben nog wel aanbiedingen gedaan aan spelers. Bayern met Alaba bijvoorbeeld. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Alleen spelers kregen niet meer wat ze daarvoor gewend waren. Want in het verleden was openbreken, zeker bij die superclubs, dat was per definitie een paar miljoen extra salaris erbij. Plus dan een garantie van 1 of 2 jaar extra. Dus de spelers vonden die aanbiedingen allemaal wel tegenvallen. Dus die gingen denken van, dan laat ik mijn contract maar aflopen. En dan bekijk ik dan wel even welke clubs allemaal voor mij in de markt zijn. Dat werd eigenlijk veel lucratiever dan het openbreken van een contract. Dus dan kun je 2 dingen doen. Dat is als club extreem veel risico gaan nemen. In een toch moeilijke markt dus extreme salarissen gaan betalen. Of gewoon een lijn trekken, wat Bayern München eigenlijk doet. En wat Liverpool bijvoorbeeld ook gedaan heeft in het geval van Wijnaldum. Die extreme bedragen, blijft natuurlijk heel opmerkelijk. Omdat je ziet dat de transfermarkt toch al 2 jaar naar beneden gaat. En de verwachting is ook dat hij de komende paar jaar niet zal herstellen. Zal het 2024 of 2025 duren. Dus als je dit soort bedragen zoals voor Torres of zoals afgelopen zomer bedragen van zelfs 100 miljoen investeert, die ga je voorlopig niet terugkrijgen. Maar dat gebeurt ook met name, Barcelona is een uitzondering, maar dat gebeurt met name door de clubs met een hele rijke eigenaar, die het eigenlijk niet zoveel uitmaakt dat hij heel veel geld moet bijpassen. In het verleden werd dat door de UEFA afgeremd, die had die financial fair play regels, maar door die coronacrisis heeft u even eigenlijk gezegd, die hele regelgeving, dat versoepelen we enorm. Dat laten we eigenlijk voorlopig min of meer los. En daardoor komt het erop neer dat je eigenlijk gewoon ongelimiteerd geld kan uitgeven op de spelersmarkt. Dan heb je geen eigenaar zoals Bayern of Ajax, dan kan dat natuurlijk niet. Ook Amerikaanse eigenaren kijken vaak heel zakelijk, zoals bij United en Liverpool bijvoorbeeld. Dus die zullen ook niet zomaar 100 miljoen uitgeven. Maar zo'n Sheik of zo'n nieuwe meneer bij Newcastle of Manchester City, die groep die daarachter zit, die maakt het niks uit. Die willen gewoon sportief zo hoog mogelijk komen en de prijs maakt hen niet uit. En zij kunnen het zich eigenlijk nog wel veroorloven door dit soort bedragen neer te leggen. Dus zij profiteren eigenlijk van die coronamarkt.